Hallo iedereen, ik ben Bart van Weyenberg van Dauwatech en in de wagen, momenteel nog niet in beeld, maar dadelijk wel in beeld, zit Arno Lacour, mijn collega. We zijn hier vandaag om de 3-in-1 camera te demonstreren. Daarboven zie je de camera, links in beeld zie je het beeld wat er momenteel op mijn smartphone te zien is. En rechts in beeld zie je het beeld van deze camera en de 3-in-1 camera. We gaan vandaag tonen dat de 3-in-1 camera het verschil kan zien tussen mensen, voertuigen en andere zaken die ons minder interesseren in beeld. En de alarmering. De 3-in-1 camera is uitgerust met een rood-blauw flitslicht en een ingebouwde luidspreker waar je persoonlijke berichten kan opnemen en laten afspelen. Laten we een keer de eerste test doen en vragen aan Arno. Arno, kom eens met de wagen in de tuin. En we gaan eens zien hoe dat de camera gaat reageren. Oh. En we krijgen een melding. Kijk, geodetectievoertuig. Je hoort de luidspreker. En je ziet het blauwe en rode flitslicht. Dan kunnen we even de melding op de smartphone gaan bekijken. We openen de melding en we hebben hier al direct een snapshot van wat het alarm veroorzaakt heeft. Gaan we even een stapje terug. Hier zie je de alarmen weer. Dan gaan we terug een stapje terug. En gaan we eens vragen aan Arno. Wil je een keer wat naar hier wandelen? Er is een echte dief in de tuin. Ah. En we krijgen een melding. Geodetectie personen. Dus, zoals je kan zien, de camera heeft perfect gedetecteerd wie dat er de tuin is ingekomen en dat het een persoon is. Maar, om verder aan te tonen, gaan we even vragen aan Arno. Wil jij wat ballen mijn richting uitschotten? En geen detectie. Wat denk je daarvan? Nu, we hebben eerder deze dag ook nog even een opnametje gedaan en een test met een hond. Dat kan je nu dadelijk even bekijken. Zo, zoals je gezien hebt met de hond ook gewoon geen beweging. Maar als we dan thuis komen willen we zelf ook niet dat we constant ons alarm over ons aankrijgen. Dus laten we even de app openen. We gaan naar de thuispagina van de app. Ik druk op de drie puntjes achter het apparaat. Ik zeg details apparaat. En ik druk op deactiveren. Zo, we wachten even. Zo, en nu kan ik vragen, Arno, kom je nog even naar mij toe? Zo, geen alarm. De pushmelding komt wel nog binnen, maar het alarm gaat niet meer af. Dus we blijven nog altijd ons melding krijgen, maar geen alarm meer. Stel dat we dan de woning terug verlaten. Detailsapparaat. Deactiveren, uitschakelen. Ja. En Arno is al vastgesteld, zeg. Zo, zo eenvoudig werkt het. Kunnen we nog even naar het berichtencentrum gaan. Hier zien we alle alarmen die er vandaag zijn binnengekomen. We kunnen ook naar de vorige dagen gaan kijken. We kunnen een alarm erbij halen. We kunnen het gaan afspelen. Zo, daar zie je wat het alarm veroorzaakt heeft. We kunnen ook naar de live view gaan. En op de live view kunnen we dan nog even onze micro openen. Om zelf te praten. Ik sta redelijk dicht bij de micro, dus het kan een beetje echoen en piepen. Maar momenteel komt er klinkt mijn stem uit de camera.
Zo, prima camera, de toekomst denk ik. Hallo iedereen, ik ben hier nog even terug, want ik wou dit toch zeker ook nog meegeven. Het is een full color camera. Het is hier perfect donker in de omgeving, hier brandt geen licht in de omgeving. Vandaar is het kleine witte ledje in de camera aangesprongen, dat voldoende licht geeft voor een full color beeld te houden. Als er hier straatverlichting geweest of zo, was het ledje waarschijnlijk zelfs niet aangesprongen. Maar ik wou toch nog even demonstreren van hoe dat we nu toch nog in full color een duidelijk beeld krijgen. En even kijken van hoe het alarm gaat reageren. Ik ga nog even over de lijn. Ik ben gedetecteerd. Je hebt het weer op de app zien binnenkomen. Het alarm is afgegaan. En het blauw-rood licht was heel opvallend. Prima camera als je het mij vraagt.